Dirk Boswijk is landbouwwoordvoerder van het CDA en sinds 2 jaar zit hij in de Tweede Kamer. Hij was ook campagneleider van de afgelopen Provinciale Statenverkiezingen, waar het CDA naar zijn eigen zeggen een waardeloze uitslag haalde. Ik praat met Dirk Boswijk in onze studio over deze verkiezingen, maar natuurlijk blikken we ook vooruit. Dirk, welkom bij ons. Ja, dankjewel. Leuk om hier even te zijn. Dankjewel. Ja. Allereerst, we zitten nu een maand na de Provinciale Statenverkiezingen. Het stof is een beetje neergedaald. Ja. Hoe kijk je er nu op terug? Nou, ik moet zeggen, niet minder zuur. Het is gewoon wat je al zei. Ik heb het een waardeloze uitslag genoemd en dat is het ook gewoon. Dat kunnen we ook alleen onszelf aanrekenen als CDA. En ik heb het ook wel voor een deel wel ook wel aanzien komen. Ik ben natuurlijk veel in het land geweest de afgelopen 2 jaar. Ik denk wel meer in het land dan überhaupt in Den Haag. Dus ik voelde al heel erg die onrust en die frustratie. Niet alleen in de agrarische sector, maar gewoon breder. Je zegt van het CDA heeft dit aan zichzelf te danken. Ja. Wat heeft het CDA nou verkeerd gedaan in jouw ogen? Nou, kijk, ik denk dat het ons onvoldoende gelukt is om ons eigen verhaal voor het voetlicht te brengen. We hebben wel net voor de verkiezingen of een maand voor de verkiezingen een plan naar buiten, het Voor Heel Nederland verhaal, waarin we een hele analyse hebben gemaakt dat er een kloof in onze samenleving is. En niet een kloof tussen stad en platteland, die vaak gemaakt wordt, maar eigenlijk een kloof die veel ingewikkelder is, namelijk gewoon een kloof tussen politiek Den Haag en de rest van Nederland. Omdat je namelijk ook, je hebt ook wijken in steden waar mensen zich niet meer vertegenwoordigd voelen door de gevestigde politiek. Die analyse hebben wij dit ook gemaakt en ook een aantal voorstellen gedaan hoe wij denken hoe we hieruit kunnen komen. Nou, onze vingerafdrukken zitten natuurlijk op veel beleid als CDA. We hebben natuurlijk veel kabinetten deelgenomen. Daar hebben we ook besluiten genomen die misschien op dat moment verstandig waren. Maar als je keer op keer besluiten neemt die een fout vergroot als het ware. Dat zie je misschien op dat moment nog niet, maar wel na verloop van tijd. Ik noem maar wat, het verdwijnen van buslijnen, het verdwijnen van politieposten. Veel meer investeringen die alleen nog maar in de Randstad worden gedaan of in de grote steden in de regio, maar eigenlijk in de periferie niet. Het CDA heeft zelf denk ik ook wel geworsteld, hè, met het eigen profiel. Is het nu een stadspartij of is het een plattelandspartij? Ja. Want die twee stromingen die hebben jullie ook in je. Ja, dat klopt. Die hebben wij in ons. En ik denk dat het alleen een fout is om te denken dat je of voor de stad of voor het platteland moet gaan. Ik bedoel, dat zie je ook met de uitslag van BBB. Er zijn ook mensen in de stad die op BBB hebben gestemd. En ik denk dat die kloof veel complexer in elkaar zit. En een van de factoren bijvoorbeeld die ik zelf zie is, een groot deel van Nederland is praktisch geschoold, mbo, dat is ongeveer 60%. Maar als je kijkt in de Tweede Kamer is 98% hoogopgeleid of theoretisch geschoold, dus hbo, wo plus. En dat zie je ook, en dat zijn verschillende onderzoeken die dat ook aantonen, dat het beleid veel vaker in het voordeel is van de bovenklasse. En vaker het nadeel is van mensen met een middelbare opleiding. En nou, dat zie je ook in het stemgedrag, dat veel van die groepen, waar ik zelf oorspronkelijk ook vandaan kom, ook als mbo'er, dat die het gevoel hebben, de politiek is er niet meer voor mij. En dat zie je heel goed in de. Is dat ook die culturele elite waar Remkes het ook over had? Exact. Ik denk dat Remkes dat toen heel goed heeft verwoord. En dat is ook de reden geweest. Wij zagen dat vorig jaar zomer echt wel aankomen. Dat is ook de reden geweest dat Wopke dat interview heeft gegeven. Dat we uiteindelijk ook voorstel hebben gedaan van, joh, er moet een bemiddelaar komen om die relatie tussen de politiek en in het bijzonder het kabinet en de provincies en de sector weer te helen. Nou, maar die poging is wel goed geweest, maar niet voldoende. En misschien ook wel te laat. En wat mij gewoon heel erg frustreert is dat heel veel opgaves waar we voor staan, als we bijvoorbeeld kijken naar stikstof, die zijn echt wel op te lossen als het kabinet maar gaat leveren. En wat mij gewoon mateloos heeft geïrriteerd is dat enerzijds het kabinet niet heeft geleverd, maar dat ik ook mensen in mijn eigen coalitie niet anders hebben gedaan dan mijn achterban hebben zitten tergen. Met dwingend instrumentarium elke keer. In Duitsland denk ik op Tjeerd de Groot met name. Ja, en dan denk ik, nou weet je, dat helpt gewoon niet. Nee. Elke keer dat gebeurt, ontploft mijn achterban. Heb je daar ook gesprekken met hem over? Jazeker, ja. Maar het heeft niet zoveel effect gehad, helaas. Nee, okay. Maar ik denk echt, als het echt gaat om de staat van de natuur, en je maakt je echt zorgen over de staat van de natuur, of je maakt je echt zorgen over de polarisatie in de samenleving, over het gebrek aan perspectief voor de agrarische sector, dan is het veel effectiever om je energie te steken in zeggen tegen het kabinet, joh kabinet, wij hebben een afspraak gemaakt. Jullie zouden
met ruimhartige stoppersregelingen komen. Jullie zouden de fiscale drempels weghalen. Ja, ja, ja. Jullie zouden ook managementmaatregelen en innovaties borgen. Jullie zouden met langjarige agrarisch natuurbeheer komen. Dan zou het gaan veel... we het zo inderdaad ook allemaal over hebben. Ja? Het zou effectiever zijn als de coalitie dan eensgezind het kabinet poest om daarop te leveren. In plaats van dat ze hun energie steken en zeggen, ja, die pruttelende provincies willen niks. Of die boeren moeten we dan maar gaan onteigenen. Ja. Ja. Terwijl die boeren willen wel en die provincies willen ook wel. Alleen ze kunnen niet als er geen instrumenten zijn. Ja. Laten we inderdaad even verder gaan met die provincies. Hè? Want die zijn nu druk bezig aan het formeren. Ja. Ondanks dat het CDA zo fors heeft verloren, is het toch zo dat eigenlijk wel het CDA in vrijwel iedere provincie straks ook in een coalitie gaat komen, hè? En mee gaat regeren. Ja. Is dat ook iets wat je had verwacht? Ja, voor een deel wel. Kijk, dat komt om twee redenen. De ene is dat wij gewoon... En ja goed, ik praat natuurlijk voor eigen parochie, maar ik denk dat veel mensen dat wel kunnen beamen buiten het CDA, dat we gewoon hele goede bestuurders hebben geleverd in die provincies. En CDA staat ook bekend als een bestuurderspartij. Precies. Ja? We hebben echt goede gedeputeerden in die provincies zitten. Dus het is vrij logisch dat mensen dan toch weer gaan kijken, ja, we willen eigenlijk die gedeputeerden weer terug. Ik weet zelfs dat een aantal CDA-gedeputeerders die ook landbouw in hun portefeuille hebben, zijn gepeild door BBB van, joh, zou je niet misschien voor ons in het college willen? Nou, gelukkig hebben ze gezegd van, joh, wij zitten er ook nog voor het CDA. Maar die kans bestaat wel dat die mensen gewoon weer terug gaan komen. Dus dat is één, hè, dat we gewoon goede mensen hebben. Want het BBB heeft ook in veel provincies als eerste ook het CDA gebeld. Ja. Om te vragen van, kunnen wij niet samen optrekken? Ja, klopt. Toch? Ja, ja. Ik denk dat lijkt jullie liggen ook wat dat betreft ook wel dicht bij elkaar, denk ik. Klopt, dat is denk ik ook logisch. Omdat we veel qua inhoud gewoon met elkaar delen. Dus ik denk dat logisch is. En het tweede is, hè, dus naast dat de poppetjes, is het ook gewoon... Ja, de getallen. Het politiek is vrij simpel. Mm-hmm. Daarom kan ik het ook. Dat is gewoon, je moet een meerderheid zien te vinden. Mm-hmm. En als je dan ziet in bijvoorbeeld een provincie zoals Utrecht, waar ik zelf vandaan kom, waar de huidige coalitie uit 5 partijen bestaat, maar dat er op dit moment wordt gesproken, ja, misschien moeten we met 7 partijen. Omdat iedereen is een stukje kleiner geworden. Mm-hmm. En dan heb je gewoon meer partijen nodig om die meerderheid te halen. En dan kom je uiteindelijk ook weer bij het CDA terecht. Ondanks dat ze misschien verloren hebben. Verwacht jij dat colleges daardoor juist stabieler gaan worden of onstabieler? Ik denk hoe meer partijen je nodig hebt om meerderheden te halen, denk ik dat het wel instabieler wordt. Maar ik denk als het CDA erbij zit, dat het vaak goed komt. Nee, dat is gekkigheid. Maar ik denk per saldo dat het makkelijker besturen is met minder partijen. Ja. Ik bedoel, je moet alles met iedereen afstemmen. En alle partijen die in zo'n coalitie zitten, hebben natuurlijk een bepaalde ruimte nodig om zich te profileren. Ja, ja. Dat is niet altijd gunstig voor de samenwerking. Nu is het tegelijkertijd ook zo, hè? Het CDA zit bijna in iedere provincie straks in de coalitie. D66 vrijwel nergens. Ja. Juist. Hè? Ja. En jij noemde net ook van binnen de coalitie landelijk in het kabinet is eigenlijk toch wel D66 mijn grootste rivaal, zeg maar. Als ik het met iemand aan de stok heb, dan is het wel met Tjeerd te groot. Ja. Wat betekent dat ook voor de positie van het CDA in het kabinet? En ook tegelijkertijd dat van D66, wat dus niet terugkomt in de provincies? Nou ja, kijk, iedere partij moet natuurlijk altijd kijken wat hij zelf moet doen. Maar stel, ik zou D66 zijn, dan zou ik me toch zelf gaan afvragen van, is de strategie die wij gekozen hebben, is dat de juiste geweest? En ik denk dat daar maar één antwoord op is, dat is nee. Want als dit inderdaad samen met het resultaat, zij hebben net als ons een harde afstraffing gehad. Overigens, als je hem vergelijkt met de Tweede Kamerverkiezingen 2 jaar geleden, is het verlies van D66 veel forser dan van het CDA. Ook de VVD is ook veel forser dan het CDA. Maar het CDA had toen al veel verloren. Wij hadden toen al verloren, zeker. Mm-hmm. En als je dan ziet ook dat het daarbij nog eens een keer komt, dat je bij veel provincieonderhandelingen bij het spel staat, dan moet je afvragen of je dan wel de goede strategie hebt gekozen. Maar merk jij dat het CDA het kabinet nu steviger in het zadel zit dan D66? Mm. Omdat jullie ook zo straks vertegenwoordigd zijn, ook in de provincies? Nee, ik kan dat niet meteen zeggen, eerlijk gezegd. Daar is het eigenlijk ook nog te kort voor. Om dat echt vast te kunnen stellen. Ik kan me ook in de discussie over stikstof, die natuurlijk aan de orde is, dat wel voorstellen. Ja, nou ja, kijk, we hebben natuurlijk wel gezegd na die verkiezingen van, joh,
We hebben ook gewoon nu een praktische realiteit waar we mee te maken hebben. Namelijk het stikstofbeleid moet worden uitgevoerd door de provincies. Dat kunnen wij als Den Haag helemaal niet. Ja, en als jij dan zo meteen wordt geconfronteerd met allemaal colleges die zeggen, joh, wij nemen stikstof serieus, wij willen aan de gang, maar 2030 is voor ons gewoon niet haalbaar. En kom überhaupt eerst eens een keer over de brug met al die instrumenten in plaats van met alleen maar een dwingend instrumentarium. Ja, dan heb je uiteindelijk wel een realiteit waar je in Den Haag van alles van kan gaan vinden. Maar je niet anders kan om daar wel rekening mee te gaan houden. En dat is natuurlijk ook de exacte reden geweest dat wij natuurlijk hebben gezegd als CDA, joh, wij willen die onderhandelingen afwachten in die provincies. Nou, ik verwacht dat de eerste resultaten echt al binnen nu en een aantal weken wel gaan komen. En tegelijkertijd natuurlijk het gesprek om het landbouwakkoord spelen. Nou ja, ik hoor daar wat wisselende signalen, maar de laatste waren vrij positief, dat daar toch nog wat schot in zit. Mm-hmm. En dat ze daar ook, dat iedereen toch wel gelooft van we gaan er wel uitkomen. Mm-hmm. Nou ja, als je zo meteen die resultaten hebt, ja, dan moet je als kabinet daar wel naar gaan verhouden. Ik bedoel, dat is dat hebben we. En dan heb je als CDA een gunstige positie eigenlijk. Nou ja, dan komt het op veel punten natuurlijk wel onze kant op, is de verwachting. Dat klopt. Ja. 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 En wat is precies de inzet van het CDA in de provincies als het gaat inderdaad om landbouw, stikstof? Ja. Nou, meerdere redenen. Kijk, de focus gaat heel erg over, is het 2030 of 2035? Ik vind persoonlijk dat eigenlijk minder relevant. Hè. Dat is vooral focus op het einde. Wat veel relevanter is, is dat het kabinet heel snel moet gaan leveren op de instrumenten. Hè. Want ik heb de afgelopen jaar wel meerdere keren mezelf afgevraagd van waarom in vredesnaam, ik heb die onderhandelingen zelf gedaan, waarom in vredesnaam hebben we onze handtekening hieronder gezet. En als ik dan het coalitieakkoord teruglees, denk ik, nou, ben het er eigenlijk best wel mee eens. Maar op welke punten bedoel je dan precies? Nou, kijk, het is natuurlijk enorm geëxplodeerd de afgelopen jaar of anderhalf jaar. De hele stikstofaanpak. Ja. En als ik dan de stikstofparagraaf teruglees, en dan zien we, nou, we versnellen van 2025 naar 2030. Daar gaat de hele tijd de aandacht naar. Maar als ik dan lees wat er verder nog staat, dat is alle sectoren evenredig. Dus niet alleen de landbouw, maar alle sectoren moeten gaan leveren. Dat we verschillende manieren hebben om stikstof te reduceren. Dus we hebben een stoppersregeling, want er zijn nu eenmaal veel boeren die willen stoppen. Maar we gaan het ook doen met managementmaatregelen, met innovatie. Met extensiveren gaan we boeren helpen. Daar moet gemeenschapsgeld bij. Ja. En we doen het van onderaf. Dat staat ook heel nadrukkelijk. Ja. We voeren aan de keukentafel het gesprek. Ja. Ja, en het kabinet heeft het tegenovergestelde gedaan. Die is met een kaartje van boven afgekomen. Ja, die heeft gelijk op 2030 gefocust. En ook meteen met het vingertje erbij. Ja, en daarna komt het dwingend instrumentarium. En ook alleen maar gefocust op de landbouw. Ja, dat is echt totaal verkeerde aanpak. Omdat wij al juist hadden gezegd, je moet het van onderaf doen. En gelijke monnik, gelijke kappen, iedereen. En meerdere manieren aangeven om stikstof te reduceren. Dus inhoudelijk sta ik nog steeds achter het coalitieakkoord. Alleen het is gewoon niet goed uitgevoerd. Nee. En daar ben ik ziek van. Want we hadden aan het begin van die coalitieperiode hadden we momentum dat we dit hadden kunnen regelen. Ik heb voor tientallen zaaltjes gestaan. Ik heb meer dan 400 boeren gesproken. En daar was eigenlijk best de tendens van, nou, oké, we wantrouwen de overheid enorm. Hè, zeker gezien de pas enzovoort. Maar ja, we gaan het een kans geven. Ja. Ja, en een paar maanden later is het ontspoord. En ja, dat momentum is wel gekomen met dat kaartje en de communicatie die vaak gewoon totaal verkeerd is. En dat vind ik gewoon enorm zonde. En nu naar de provincies. Zie jij mogelijkheden om dat nu vanuit de CDA-besturen straks in de provincies, om dat weer te gaan bijsturen? Ja, nou ja, het uitvoeringsbeleid? Zeker, want kijk, de provincies. Maar wat moet er dan precies gebeuren vanuit eigenlijk de provincies? Eigenlijk vrij simpel. En ik weet dat dat al gebeurt. En dat hebben die provincies al de afgelopen maanden ook wel gedaan. Is gewoon gezegd, jongens, wij hebben. Kom gewoon met die instrumenten. Hè. Kom met die stoppersregelingen. Ik bedoel, Limburg stond natuurlijk van de week weer ook in de krant. Hè. 40% van de boeren gaat daar stoppen. Dat is enerzijds waardeloos. Maar anderzijds biedt dat ook weer perspectief voor de boeren die door willen gaan. Als we nou zorgen dat die grond die vrijkomt, kan worden gebruikt om de startende en de bestaande boeren te helpen met extensiveren. Alleen dan heb je wel gemeenschapsgeld nodig. Dus dan moet dat geld, die 24,3 miljard die nog in Den Haag op een plank ligt, die moet dan als de brandweer naar die provincies toe. Dus wat die provincies moeten doen is een lijstje maken met welk geld ze nodig hebben, welke instrumenten ze nodig hebben, en die het liefst collectief zometeen het bordje in Den Haag neerleggen. Want daar kan het Rijk niet omheen. Want wij kunnen, ik heb wel mensen gehoord, ja, dan overroelen we de provincies maar en dan gaan we het vanuit Den Haag regelen. Nou, het lukt ons nu al niet om managementmaatregelen
en langjarige agrarische natuurbeheercontracten te maken. Nou, laat staan dat wij dan in Den Haag gaan bepalen wat er in de polder Utrecht-West moet gaan gebeuren. Mm-hmm. Dat is een illusie. Wij mm-hmm. hebben die provincies nodig. Dus mm-hmm. als die provincies zorgen dat ze gezamenlijk met een lijst komen met punten, dit hebben wij nodig, mm-hmm. dan heb ik er vertrouwen in dat het gaat lopen. Maar dat, ja, dat, dan ligt de bal toch uiteindelijk alweer in Den Haag. Want daar moet het gebeuren. Nou, ik begreep dat tweede helft van april, dat dan inderdaad ook vanuit het ministerie, vanuit NNV, van de Wal, komt met die opkoopregelingen. Ja. Met de LBV en de LBV Plus. Ja, ja. Dus dat zou al voor jou een eerste stap zijn? Dat is al een slok op een borrel. Omdat je ziet gewoon dat er veel... Ik word heel, heel, heel vaak gebeld de afgelopen jaren door heel veel boeren die willen stoppen. Ook heel veel boeren die hebben zich ingeschreven voor een regeling. En die springen dan door 5 hoepeltjes. En bij het 6e hoepeltje zegt de provincie, ja, helaas pindakaas, je levert net te weinig mol op of je zit op de verkeerde plek. Mm-hmm. Tot ik denk, joh, pak elke kilo stikstof die je kan pakken. Mm-hmm. En elke vierkante meter grond. Mm-hmm. Om te zorgen dat je andere boeren kan helpen om te verplaatsen of te extensiveren. Alleen omdat wij echt opereren als een stel boekhouders. Hè. Wij zijn continu aan het wachten als overheid tot we de ideale deal kunnen sluiten en het geld maximaal kunnen laten renderen. Ja, ik denk dat dat een hele domme strategie is. Mm-hmm. Ik heb liever dat we over 5 jaar een parlementaire enquête hebben. Dat we concluderen, oké, we hebben 100 miljoen te veel uitgegeven aan boer Pietje. Mm-hmm. Dan dat we over 5 jaar een parlementaire enquête hebben. Dan zeggen, nou, we zijn super nauwkeurig geweest. We hebben eigenlijk nog steeds geen euro uitgegeven. Met als gevolg heel veel polarisatie. En vergunningen die niet verleend kunnen worden met miljarden schade tot gevolg. Dus wij moeten ook veel meer accepteren als Rijk dat je fouten kan maken. En dat we, laten we gewoon gaan beginnen. Ja. En ja, dat is wel echt bijna een cultuurverandering dat wij in politiek... Merk je dat in Den Haag? Dat die spanning zo groot is over het maar geen fouten maken? Zeker, zeker. En het is ook niet gek. Want als er een fout wordt gemaakt, dan staan wij als een stel badgasten weer bij de interruptiemicrofoon in de Tweede Kamer schande, schande te roepen. Dus ik vind, er ligt ook een verantwoording in de Tweede Kamer, dat wij veel meer moeten accepteren dat er soms fouten gemaakt gaan worden. Dat is onvermijdelijk in transities dat er fouten worden gemaakt. Elke transitie die onze mensheid is doorgemaakt, of het nou ging met het uitrol van het stroomnetwerk, daar zijn fouten gemaakt. Als je niet bereid bent om fouten te maken, ja, dan hadden we waarschijnlijk nu nog steeds ergens in een hutje op de hei geleefd. Mm-hmm. Dus ook in deze landbouwtransitie moeten we accepteren, er gaan fouten gemaakt worden. En laten wij nou de discipline hebben als politiek, maar ook als media, dat we dan niet meteen schande, schande roepen en de kettingzagen aantrekken en iemand bij zijn enkels afzagen. Maar dat we ook gaan kijken, joh, wat kunnen we ervan leren? Mm-hmm. Ik geloof dat we dat we dan veel verder gaan komen. Ja, ja. Jij vraagt dus eigenlijk aan de provincies, hè, om met een lijstje te komen. Een wensenlijstje. Wat zij nodig hebben om van het kabinet inderdaad om aan de slag te kunnen met de uitrol van het stikstofbeleid. Nou, ik zou niet een wensenlijstje. Het moet echt een lijstje met eisen zijn. Ja. Want ik denk dat de provincies al heel lang al hun wensen hebben neergelegd. En, en als dank werden weggezet als pruttel. Het ministerie spreekt toch regelmatig ook met het IPO, toch? Ja, ik mag klopt. Aannemen dat dat enigszins bekend is wat de provincies willen. Ja, maar dat mag wel gewoon scherper. Dat ze gewoon zeggen, joh, maar zo, dit hebben we nodig. Anders gaat het gewoon niet gebeuren. Wat gaat dat ook betekenen dan voor de coalitie? Want is dat ook het moment waarop het CDA wacht om binnen de coalitie opnieuw te willen gaan onderhandelen over het stikstofbeleid? Nou ja, kijk, ik snap dat heel veel mensen het niet begrepen van, joh, waarom zegt het CDA nu niet met wat ze willen en dan is het ook maar duidelijk. Er was best wel wat irritatie over. Maar tegelijkertijd hebben wij de afgelopen jaar al heel vaak zijn wij als landelijke politiek door allerlei processen heen gebanjerd. Ja. Bijvoorbeeld toen het kaartje kwam, het stikstofkaartje. Ja. En dat had als gevolg dat heel veel boeren van tafel liepen bij al lopende processen. Ik snap dat je inderdaad wil wachten. Hè? Dat je wil wachten op de provincies. Dat je zegt van nou, die formaties die willen we daar. Willen we even afwachten wat daar uitkomt. Ja. Maar als dan inderdaad die provincies gaan komen met hun lijstjes. Ja. Gaat dat betekenen dan ook dat jullie met het lijstje in de hand in het kabinet opnieuw gaan onderhandelen over dat stikstofbeleid? Ja, nou ja, dat zal wel het moment zijn. Ja, ja. Ja, dat is wel het idee. Oké. Okay. Dus dat is, ik hoop dat die onderhandelingen heel snel zijn afgerond. Overigens wil dat niet zeggen dat er nu niks hoeft te gebeuren. Hè? Want dat is altijd een beetje met snelle pauze enzovoort. Kijk, waar we natuurlijk gewoon als Rijk op kunnen versnellen, wat we al veel eerder hadden moeten doen, is
kom met al die regelingen. Want er zijn natuurlijk nu al boeren die zeggen, ik wil stoppen. Of er zijn nu al boeren die zeggen, joh, ik wil een lelysfeer. Mm-hmm. Nou, laten we dat nu al faciliteren. Mm-hmm. Want dat zijn eigenlijk gewoon no-regret maatregelen die je nu al kan nemen. Daar hoef jij als Rijk niet op de provincie gaan te zitten, zitten wachten. Mm-hmm. Dus dat kan gewoon gebeuren. Er zijn ook de andere regelingen waar je inderdaad ook over spreekt, die je boeren wil aanbieden. Naast het stoppen. Ja. Ook inderdaad verplaatsen. De mogelijkheid voor verplaatsen. Of extensiveren, innoveren. Ja. Ja. Die regelingen moeten uit het landbouwakkoord komen. Ja, klopt. En daarom moeten we ook naast die onderhandelingen ook het landbouwakkoord afwachten. Overigens, die verplaatsingsregeling, dat is een beetje in lijn met de stoppersregeling. Ja, ja. Die zal zeer waarschijnlijk ook door Brussel goedgekeurd moeten worden. Kijk, we hebben nu heel vaak de regelingen met een beroepsverbod. En er zijn heel veel mensen boos over. Die zeggen, ja, schande, ik mag niet meer zijn wie ik wil zijn. Mm-hmm. Het is toch boer zijn en ook een stuk van je identiteit. Maar dat is een eis vanuit Brussel. Omdat zij niet willen dat een boer die hier wordt uitgekocht met dat geld bijvoorbeeld ergens in Polen doorgaat. Waardoor je een concurrentievervalsing krijgt. En dan hebben ze gezegd, nou ja, dan moeten we een soort beroepsverbod doen, dat die nooit meer ergens anders nog boer kan worden. Dus bij zo'n verplaatsingsregeling ga je natuurlijk weer die discussie krijgen. Ja. Dus stel je zou een boer uitkopen en hij wil ergens anders verder gaan, dan gaan ze in Brussel weer beginnen. Ja. Maar het kan niet zo zijn dat hij dan met dat geld ergens in een ander Europees land andere boeren daar gaat wegconcurreren. Ja. Ja. Dus dat is nog wel een ingewikkeld verhaal. Nu zegt Caroline van der Plas, die heeft natuurlijk deze week gesproken met Frans Timmermans. Zij heeft haar gelijk daar gezien in dat gesprek. Ja. Zij wil eigenlijk terug naar de tekentafel als het gaat om het stikstofbeleid en de stikstofwet. Ja. Wat wil jij dat ook? Nou, wat ik wel fascinerend vond, is dat ik heel erg het gevoel had, hebben die twee wel bij hetzelfde gesprek gezeten? Want ik hoor inderdaad Caroline zeggen, ik hoor hier iets wat ik al langer zeg. Ja. Het gaat om de natuurkwaliteit en niet om stikstof. Ja. En Timmermans zei, of je nou links of rechts gaat, je moet stikstof reduceren. Ja. En ik vind het zelf een beetje een semantische discussie. Want als je inderdaad naar de vogel- en habitatrichtlijn gaat, en daar is natuurlijk allemaal begonnen, staat de natuur mag niet verslechteren. Ja. Daar staat het woord stikstof niet letterlijk in. Nee. Maar dat wil niet zeggen dat stikstof geen probleem is. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar landen zoals Roemenië, Duitsland en Polen, zijn eerder op basis van diezelfde vogel- en habitatrichtlijn op de vingers getikt. Ja. En daar is gezegd, jullie zorgen dat de natuur daar verslechtert omdat jullie bijvoorbeeld te veel houtkap doen. Ja. Dus die zijn daar aangesproken op houtkap en niet op stikstof. Ja. En wij weten in Nederland dat de kwaliteit van de natuur door verschillende drukfactoren wordt beïnvloed. Door onder andere stikstof, maar ook door verdroging, door versnippering of door beheer. Ja. Maar stikstof is wel een van de grootste. Antwoord op mijn vraag. Ja? Volg jij Caroline daarin? Nou, ik zal het nog eigenlijk sterker vertellen. Een van mijn eerste moties die ik heb ingediend, samen met Roelof Bisschop, die was, sta je niet blind op de KDW, maar kijk naar de brede staat van de natuur. Ja. Praktisch, ga het natuurgebied in. Ja. Ga kijken, wat is die staat van de natuur en wat is er nodig? En dan zal je, en dat heb ik meerdere keren in de Kamer ook gezegd, ik ooit een keer een werkbezoek gehad in Lieftingsbroek, en toen zei een boswachter van Staatsbosbeheer tegen mij, hij zegt, joh, we hebben hier blauwgras, dat is super natuur, stikstofgevoelig. Hij zegt, dan kan je op papier denken, we kopen alle boeren uit en het is opgelost. Hij zegt, maar ik weet, als we dat doen, maar we hebben bijvoorbeeld nog steeds, we doen het beheer niet goed, dus we maaien het bijvoorbeeld niet elk jaar. Hij zegt, dan kan ik alle boeren hebben opgekocht, maar dan gaat het blauwgras alsnog weg. Maar het is ook zo dat LNV toch ook bezig is met een alternatief te zoeken voor die KDW. Alleen dat alternatief er nu gewoon nog niet is. Dat is zeker niet op korte termijn. Dat is exact. Mevrouw van der Plas wordt bediend op dit moment. Wij hebben dus als CDA daar meerdere keren moties, en ik heb hier consequent in debatten ook gezegd, kijk naar de staat van de natuur. Moet het stikstof niet bagatelliseren. Vaak is toch stikstof een van de grootste drukfactoren. Ja. Maar er zijn ook natuurgebieden waar de KDW bijvoorbeeld verdroging overschreden misschien. En waar de betreffende plant wel floreert. Of dat inderdaad door verdroging, en zeker met klimaatverandering, zullen we dat vaker gaan krijgen, dat het maatregelen op hydrologie of intensieve beheer effectiever zijn. Ja.
En wat het kabinet nu aan het doen is, en dat is naar aanleiding van onder andere onze moties en ook wat er is afgesproken is het coalitieakkoord, is de provincie nu bezig met die natuurdoelanalyses te maken. Ja. Dus echt die natuurgebieden te gaan beoordelen van joh, wat zijn die drukfactoren. En dan gaat vervolgens de ecologische autoriteit, die gaat al die natuurdoelanalyses ja, bekijken en beoordelen. En ook fysiek dat natuurgebied in. Ja. Om ook echt te kijken, joh, wat is hier aan de hand? En dus op dat punt, wat BBB nu aankaart, hè, ja. Het ook terug willen naar de tekentafel als het gaat om de stikstofwet. Daarin ja. gaat het CDA ja. Hun niet volgen. Ja, nou ja, kijk. Klopt dat? In een meest... Of willen jullie wel ook terug naar de tekentafel? In het meest ideale wereld zou je zeggen, we flikkeren Aries, KDW en hexagonen allemaal in de prullenbak. Ja. En we beginnen vandaag weer opnieuw. Ja. Dat zou ik in een ideale wereld willen. Maar met het moment dat je dat doet, hè, dus je oude schoenen weggooit, maar je hebt nog geen nieuwe, want hè, die inventarisatie van de natuurgebieden, dat is nog niet klaar. Dat gebeurt op dit moment. Stel wij zeggen, nou, we gaan... Dus het antwoord is nee. Nee, dat, ja, ja, als, het stel wat doen. Gaat BBB daarin niet volgen. Nee, maar dat kan ook niet. Want nee. Stel dat wij nu zeggen, we gooien alles weg. En we gaan ondertussen werken aan die natuurdoelanalyse en echt het feitelijke staat van de natuur. Dat houdt in dat je in de tussentijd dus helemaal niks kan vergunnen. Dus en dan gaat ja, alles ligt ook legalisatie van bijvoorbeeld pasmelders. Dat zou dan ook niet kunnen. Nee. Want dat kan pas als je de nieuwe schoenen hebt. En wat BBB, dat haal ik hier een beetje op, wil. Die wil eigenlijk de oude schoenen weggooien. En dan op termijn werken aan de nieuwe schoenen. En wat we nu eigenlijk hebben afgesproken is, oké, we hebben Aries, we hebben KDW's. Mm-hmm. Super imperfect. Mm-hmm. Maar we hebben op dit moment geen andere alternatief. Mm-hmm. Dus we zullen in nog de aankomende tijd daar nog wel mee te maken hebben. Mm-hmm. Ondertussen zijn we heel hard bezig mm-hmm. om al die natuurgebieden te inventariseren en daar in die gebiedsplannen uiteindelijk een aanpak te maken. Zodat uiteindelijk, waar je uiteindelijk heen wilt, is dat je dat de vergunningverlening afhangt van de echte staat van die natuur. Dus dat jij een vergunningsaanvraag doet en dat er dan een inventarisatie van het natuurgebied bij zit en een validatie van een ecoloog die zegt, joh, met deze uitbreiding, dat kan, want dit natuurgebied staat er zo voor. Of ja. we hebben deze maatregelen genomen om te zorgen dat dat niet verslechtert. Ja. En die ecologische autoriteit, die is ook in oprichting? Die is er, die is er. Die is er. En ik heb daar ook gesprekken mee gehad. En ik heb ze ook vorige week bij de procedurevergadering het voorstel gedaan, joh, nodig Arcades uit. Arcades heeft in Brabant de eerste natuurdoelanalyse gemaakt. Nou, ik heb daar best wel wat vragen over. Ik vind sommige... weten we wat dat heeft opgeleverd, hè? Precies, dat is een vrij grote consequentie. Vergunningverlening precies. Plat ligt. Precies, en ik wil en ik heb de natuurdoelanalyse ook gelezen en een aantal kan ik volgen, maar een aantal beslissingen die ze nemen kan ik niet volgen. Mm-hmm. Dus ik heb hun uitgenodigd voor de Tweede Kamer en ook de Ecologische Autoriteit uitgenodigd voor een openbare zitting. Mm-hmm. Waarbij als Tweede Kamer gewoon open de vragen kunnen stellen aan in dit geval Arcades. Van joh, hoe hebben jullie die natuurdoelanalyses gemaakt? Maar daar zit dus wel een verschil van inzicht tussen BBB en CDA. Verwacht jij dat het ook problemen gaat opleveren in de provincies? In de formaties daar? Ik snap wat BBB heel graag zou willen. Dat zou ik ook willen. Maar je hebt je gewoon wel te verhouden naar de weerbarstige realiteit waar we mee te maken hebben. En ik denk dat ze dat in de provincies ook wel zullen zien. Overigens heb ik BBB Zuid-Holland al gehoord dat zij zeggen, joh, die natuurdoelanalyses die komen, die zullen wij omarmen. Dus ik zie eerlijk gezegd wel dat zij het beleid wat nu eindelijk, en ik vind het allemaal veel te traag, hè, want dit had meteen op dag 1 van het nieuwe kabinet moeten gebeuren. En dat heeft eerst 8 maanden geduurd. En na veel gedram van onder andere mij is dat opgestart. En ook Remkes overigens. Maar ik zie wel dat dit uiteindelijk wel, dat zij ook zullen zien van ja, we kunnen wel Aries weggooien. Mm-hmm. Maar dat houdt in dat we op dit moment helemaal niks meer kunnen. Ja. En dat is, dat wil denk ik niemand. Ik wil graag naar een ander onderwerp. Landschapsgrond. Ja. Dat is een gevoelig ding geworden. Zeker, ja. Zeker. Ja. Inderdaad, binnen het landbouwakkoord is dat een heel heet hangijzer. Ja. Jij bent daar de bedenker van. Ja, klopt. Nou ja, kijk, ik zal bij het begin beginnen. Ik ben bij ontzettend veel boeren geweest bij Natura 2000 gebieden. En wat er in de afgelopen 50 jaar is gebeurd, is we hadden een natuurgebied, daar zat een boer naast. Daar kwamen vervolgens ambtenaren, politici en ecologen zeggen, nou, wat een mooi natuurgebied, dit moeten we gaan beschermen. Ja. En er werd dus vervolgens een bufferstrook omheen gelegd. Ja.
En dat was natuurlijk landbouwgrond, wat meteen natuur werd. Ja. En vervolgens, 20 jaar later, zijn alle ambtenaren weg. En dan komen er weer een nieuwe generatie ambtenaren en ecologen. Maar die boer zit er nog steeds. En dan zeggen ze, oh, wat een mooi natuurgebied. Hier moet een bufferstrook omkomen. Dus er komt een bufferstrook om de bufferstrook heen. Ja. En zo gaat dat elke. En dat zorgt voor heel veel frustratie van boeren. En dat zou landschapsgrond zou dat moeten ondervangen? Wat ik ophaalde bij veel boeren, zijn, ja, wij zouden eigenlijk behoefte hebben aan een type grond tussen natuur en landbouw in. Hè. Dus je gaat daar wel beperkingen op krijgen. Dat is helaas onvermijdelijk. Maar niet alleen als bescherming van die natuur, maar net zo goed juist als bescherming ook voor de landbouwgronden eromheen. En dat moet je een aparte status geven, waarbij we ook afspraken maken, wat mij betreft eeuwigdurend. Dit kan niet een verdere uitbreiding van natuur zijn. Mm-hmm. En het blijft ook in bezit van die boer. Mm-hmm. In tegenstelling van veel bufferstroken die mm-hmm. vaak in bezit zijn gekomen mm-hmm. van TBO's. En nou ja, dat was dus één dat ik dacht van oké, dit kan een idee zijn. Ik heb dat voorgelegd aan een groep rentmeesters. Ik heb het gepeild met heel veel boeren. En iedereen zei, nou, dit kan wel eens een manier zijn hoe we dat in de toekomst kunnen gaan doen. Mm-hmm. Want we zullen in sommige gebieden toch weer te maken gaan krijgen met bufferstroken. Of mm-hmm. het nou leuk vindt of niet. Mm-hmm. Maar dan laten we dat nu op een manier doen, zodat we niet over 20 jaar opnieuw weer met opnieuw bufferstroken. Nou is dat ook landschapsgrond opgenomen, ook in het regeerakkoord. Ja, dat klopt. Het coalitieakkoord. Dat klopt. En net zoals dus alle instrumenten, want ik zie het dus echt als een instrument. Dus ik kreeg meteen de vraag, joh, hoeveel hectare landschapsgrond, of is dat een strook van 500 meter mm-hmm. of van 1000 meter? Mm-hmm. En daar heb ik altijd van gezegd, ja, dat kunnen wij in Den Haag niet bepalen. Want je moet kijken, wat is dat de staat van dat natuurgebied? Mm-hmm. En wat heeft dat natuurgebied nodig? En mm-hmm. misschien kan je in dat gebied meer met innovatie doen of een boer verplaatsen. Mm-hmm. Of misschien stoppen heel veel boeren. Maar het kan ook zo zijn dat je zegt, nou, hier kunnen we misschien met een stuk landschapsgrond in combinatie met een boer mm-hmm. die stopt en in combinatie met innovatie, kunnen wij die puzzel leggen. Maar dan moeten wij niet in Den Haag gaan bepalen hoe we landschapsgrond helemaal gaan gebruiken. En daar is het fout gegaan. Ik heb het bedacht als een instrument. En ja, het ministerie heeft het uiteindelijk een doel op zich gemaakt door daar ook heel veel hectares aan te hangen. Mm. En daardoor is het in de publieke opinie als een soort bedreiging geworden van, oh, ze gaan half Nederland in een soort stadspark maken. Ja. En daar is het fout gegaan. En ik heb al tegen minister Adema gezegd, joh, weet je, al moet het sneuvelen, prima. Ik zeg, als dat nodig is om het landbouwakkoord te sluiten. Alleen, heel eerlijk, dan gaat het kabinet niet overvallen, in ieder geval, wat jou betreft. Nee, nou weet je, mijn grootste belang is gewoon dat we hier uitkomen, dat mm-hmm. we de natuur beschermen en dat we perspectief bieden aan de agrarische sector. En welke instrumenten daarvoor zijn, joh, offer ik al mijn darlings daarop op, vind ik helemaal prima. Okay. Alleen, wat natuurlijk wel blijft, ik weet wel dat die behoefte er mm-hmm. wel is in de mm-hmm. echte wereld. Mm-hmm. Er zijn ook mm-hmm. veel boeren die mij hebben geappt, die zeggen, wat zijn ze nou aan het doen mm-hmm. In de agrarische sector? Okay. Maar goed, de tijd zal het leren. Ik zit er niet aan vastgeketend. En als het nodig is om het te offeren, dan moeten ze dat vooral doen. Wat verwacht jij van de volgende verkiezingen ten aanzien van het CDA? Hoe zie jij de toekomst van het CDA? Hoopvol. Het komt goed. Ik kan niet anders dan dat zeggen. Want al zeg ik dat het allemaal één groot drama is, dan wordt het vanzelf wel vervuld. Maar ik zal niet ontkennen dat natuurlijk de uitdaging heel erg groot is. En dat ik dat ook zie. En daarom ben ik er nog meer op gebrand om het kabinet te laten leveren. Hè, dat ze uiteindelijk, mijn achterban ook kan zien, oké, het heeft toch wel zin gehad dat het CDA in het kabinet zat. Want we moeten niet vergeten, als het CDA nu niet in het kabinet had gezeten, dan had de GroenLinks en de PvdA in onze plaats gezeten. Nou, ik vraag me af hoe het dan was uitgepakt. Ja, zeker. Dus ik ben een hoopvol mens, maar we moeten wel volle bak aan de gang. Mag ik je hartelijk bedanken voor het gesprek en de komst naar onze studio. Graag gedaan, dankjewel. Dit was Dirk Boswijk, woordvoerder van het CDA. Ik sprak met hem over de provinciale statenverkiezingen en hoe nu verder ook ten aanzien van het stikstofbeleid. Hartelijk dank voor het kijken. Kijk voor meer informatie op nieuweoogst.nl.